Dag mensen, het is eventjes geleden. Ik heb vorige keer beloofd om aflevering 12 van Lieve Gabi te maken. Maar toen had ik de recap aflevering nog niet gezien. Die keek ik. Ik had er een video over gemaakt. Maar het was één grote shitshow, die recap aflevering. Dus mijn video vond ik ook niet leuk genoeg. Maar vandaag iets wat heel vaak is aangevraagd. First dates. Ik heb het zelf wel eens een keertje gezien in quarantaine. Het was leuk, het was lekker vrolijk. Daarna was ik vergeten nog een keer te kijken. Dus vandaag gaan we kijken naar First Dates Classics 4. 2 weken geleden geüpload. Het is gewoon de eerste die je ziet als je First Dates intypt. De Rotterdamse Lisanne heeft een aparte manier om zichzelf te omschrijven. Ik zou mezelf misschien omschrijven als koriander. Ja, je houdt ervan of je houdt er helemaal niet van. Serieus? Gaan we zo beginnen, ja? Is dit het niveau? Wat moet je nou? Dieren en zelfstandige naamwoorden hebben een geslacht. Ik niet. What the fuck? Die zelfvoldane blik daarna ook. Koriander. Ja. Ik zou mezelf omschrijven als koriander. Lekker rijk! Lekker voorbeeldje. Goede zin, goed afgemaakt, goede vergelijking. Fuck yes. Trots op mijn... Trouwens... Heb ik eigenlijk wel mijn gasthuis uitgedaan? Nou, ja, fuck it, het is toch een huurhuis. Nou, Lisanne, als ik je kon omschrijven, was het fucking irritant. Nee, dat is heel onterecht, maar ik haal het gewoon als mensen zich vergelijken met eten. Ja, dan kan ik nu grappen gaan maken over dat er eentje appelkaas heet en eentje spicy cheese spread. Ik zou mijzelf omschrijven als ui. Als je mij dan opensnijdt, dan beginnen mensen te huilen. Thanks. Ik zou mezelf ook omschrijven als aardbei. Want ik wil er altijd aardbei. Dankjewel. Yeah, love you too. Ik zou mezelf omschrijven als boterham. Want als je pindakaas op me smeert en je gooit mijn k*** hard tegen het schoolbord, dan blijf ik plakken. Dat vind ik veel. Lisanne is dan zo iemand die tijdens een sollicitatiegesprek zegt dat haar grootste nadeel perfectionistisch zijn is. En waarom, sinds wanneer schrijf je Lisanne met een Z? Waarom ben je zo Lisanne? Helemaal boos. Fuck! Fuck you, Lisanne. Welkom bij de video's van Rijk Hofman. Leuk dat je er weer bent. Ze is nog ineens binnen ook. Ze gaan nu naar binnen. Trek ook. Ik hoop dat hij er gauw is. Ja, kom. We gaan beginnen. Dankjewel. Het moet het complete plaatje zijn. Ja, je kijkt naar hem en je denkt... Ja, I wouldn't mind. 5 seconden hiervoor is ze alle nadelen van zichzelf aan het opnoemen. En dan wil ze wel het perfecte plaatje. Ik kan soms heel erg luidruchtig zijn. Ik maak grove grapjes. Ik ben een beetje bot. Ik ben een borderliner. Ik steel eigenlijk ook iedereens geld. En mijn favoriete boek is Mein Kampf. Ik ben eigenlijk niet mee te leven. Maar ik zoek wel iemand die zeg maar ja, perfect is. Zeg maar... Er is 1 iemand in de wereld echt het meest perfect en die persoon wil ik. Ik wil een soort van het gezicht van Leonardo DiCaprio uit de Titanic op het lichaam van Channing Tatum met het karakter van Meghan Markle. En zelfs dan, als ik die heb gevonden, dan is dit mijn reactie. Ja, je kijkt naar hem en je denkt, ja, I wouldn't mind. Wat bedoelt ze ook? I wouldn't mind fucking you? Misschien bedoelt ze, I wouldn't mind if he kills my parents and fucks my dog in the ass. Dan begrijp ik het. Nee, maar dan komt de date van Lisanne. Wat echt de liefste jongen is die ik ooit heb gezien. Het is een Engels docent. Hij houdt van liefhebben. Ik weet niet wat dat betekent. En hij knuffelt kussens. Als dat maar goed gaat. Goedenavond. Hi. Hoi. Jij bent? Florian. Dag Florian. Ik ben trouwens deze man wel eens tegengekomen in het echt. Hij was heel lam. Ik was ook in een gesprek en hij kon gewoon mengen. Een hele aardige man wel. Nou goed, de ontmoeting. Hi. En je date zit al aan de bar? Ga maar gewoon. Lekker naar de toe. Ja. Hi. Hi. Lisanne. Ik ben Florian. Hoe gaat het? Gaat goed. Na omstandigheden. Ja. Tell me about it. Wat zie je er netjes uit? Dankjewel. Dat, ja. En het ging goed, dames en heren. Het was niet normaal. Echt een fucking goed begin. Geen ongemakkelijke stiltes, gelijk een complimentje. Score. Wel is Lisanne trouwens iemand die al haar zin in het Engels finished. Maar goed, Florian is een Engels docent. So that's no problem at all. Fuck. Hij zag er gewoon goed uit. Well dressed. Dat ik echt dacht van ja. Ja wat?
Ja, wat? Wat is dit voor cliffhanger? Oh, dat ik dacht van ja. I wouldn't mind. You speak a lot of English. Ja, ik hoop dat je het verstaat. Ik mocht het niet doen voor mijn oma. Ik ben docent Engels, dus ik denk het. Oh my god. Hey, daar is hij. Ze zijn erachter gekomen. Hun grootste overeenkomst. Hij is docent Engels en zij eindigt de zin in het Engels. Basic bitch. Okay, fuck it. Oh my god. Nou, dat was dus eigenlijk basically de aflevering van First Dates. De allereerste aflevering die ik tegenkwam. En de date ging echt ontzettend goed. Uiteindelijk wilden ze elkaar nog vaker zien. En, jawel, ze heeft aangeboden om de rekening te splitten. Ja. Wanna share? Nee, hij betaalde hem uiteindelijk, maar ze heeft het wel aangeboden. Hey, er is ook van First Dates een Belgische versie. En dat is exact hetzelfde. Als in de man die ik dronken tegenkwam, weet je wel, die ging mengen in mijn gesprek. Die is gewoon hetzelfde aan de deur. Het is gewoon een wijze man met een baard. En in die Belgische versie van First Dates ontmoeten Stef en Jun elkaar. En dat ging niet helemaal vlekkeloos. We gaan er naartoe gaan. Dank je. Hoe? Ja. Stefan, Jeroen. Hallo, ik ben Stef. Ik ben June. Dag, June. Ja, ik wou zeggen, je moet daar wel zitten, maar we mogen zeker... Ja, zeg, steek dan ook niet je hand uit. Dit wordt heel offensief. Voor Vlaamse mensen. I don't care. Maar zeg, steek dan ook niet je hand uit. Ja, amai. Ik wil dat je gewoon de stoel aanwijzen. Belgen kunnen ook helemaal niet boos klinken, dus ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, maar zeg, wij zien die stoelen toch staan, allee. Nu sta ik weer voor lullen voor mijn meisje, omdat ik net dus uw hand schudde. Ik wil dood. Ja, maar ik heb u net al binnentje laten. Waarom zou ik u nog een keer een hand schudden? Zet je alleen. Ik ben bonbons. Dit is fucking racistisch. Weet je, het boeit me ook gewoon helemaal niet meer. Het boeit me gewoon niet meer. Behalve dat ik echt niet in beeld zit. Maar goed, dit kan gebeuren. Ja, hij maakt gewoon een fout. Ja, dat komt omdat hij zenuwachtig is. En zenuwachtig zijn is al kut. Dat vindt niemand leuk. Ik was nerveus. Maar ik vind dat leuk, hè. Ik heb graag die zenuw. Ik heb graag zo dat dingen, zo, dat mijn hart sneller bonst. En dat ik zo moeilijkheden heb met ademen. Voor in het rijtje met uitspraken die nog nooit eerder zijn gedaan. Ik hou ervan om moeilijk te kunnen ademen. Stef? Oh, jongens, Stef. Oh nee, geen zorgen, daar houdt hij van. Dat is prima, laat maar gewoon gaan. Wat bedoel je? Hij is dood aan het gaan. Help Stef! Nee, hij houdt echt van moeilijk ademen. Ik meen het, heeft hij gezegd bij First Dates. Stef, gaat prima toch? Ik ben ook een beetje ziek. Ah, oei. Zo typisch natuurlijk. Ja, net voor, ja. Als je zoiets doet. Ik ben een beetje ziek, dus het loopt... Maar geen corona, dus geen zorgen. Oké. Nou, gelukkig. Ja, nee. Nee, gelukkig is dat het niet. Nee, ik ben nog een beetje zwak van mijn allereerste chemo die ik vanochtend heb gehad. Sorry? Nee, ze was verkouden. Of wel corona, ik heb geen idee. Het is gebloot in april, dus het zou zomaar kunnen. Ik weet niet wanneer de opnames waren. Maar laten we vanuit gaan dat ze verkouden was. En ja, verkouden op een date komen, who cares. Zo erg is dat niet. Er zijn ergere dingen. Niet over inzitten. Lekker vergeten. Oh, maar je hebt er zoveel last van, dat je juist ziet. Ja, typisch. Dat... Nee, ja. Maar ja, dat op een date. Nou ja, zeg, waarom zei ze dat? Waarom liet ze haar zo achter? Dat is zo zielig. Gewoon even naar de tafel lopen en van... Hé, ik hoorde dat je verkouden bent op nationale televisie. Wat kut! Holy fuck, wat kut! Het is niet alleen super onaantrekkelijk, waardoor je nul kans hebt om een tweede date. Nee, maar ook nog eens op televisie. Fuck. Een meisje de gezichten nou ook. God damn it. Ze heeft gelijk. Maar Stef is trouwens tijdens dit allemaal op de wc. Deze duurt... Studeert geneeskunde en weet niet hoe de fuck die zijn handen moet afdrogen. Maar het was al met al een hele ontzettend gezellige, leuke date. En zij heeft trouwens uiteindelijk betaald. Score, pluspunten. En nu de vraag, willen ze elkaar nog vaker zien? Misschien moet ik ook eens afspreken met hem. Als ik niet ziek ben, misschien is ook een goed plan. Willen jullie elkaar nog terugzien? Zal ik eerst antwoorden op? Doe maar. Oké, voor mij zou het wel oké zijn, denk ik. Ik zou het wel nog eens willen.
ik wil het ook wel nog eens, omdat ik nu zo ziek ben. Oké. En ja, ik zou nog wel eens willen afspreken zonder dat ik ziek ben. Yes! Een nieuw leuk liefstel is geboren. Voor de tweede keer van... Sorry. Oh, er is nog meer. Toch wel goed. Ik moet maar gewoon gaan kijken. Oké. Okay. Er is nog meer. Ze heeft nog meer te zeggen. Allee, ik zit wel nu nog zo vriendschappelijk. Ik denk niet dat er zo echt iets meer of zo in zou zitten. Ja. What the fuck? Het was zo'n leuk stel. Hij is zo leuk. Tuurlijk, hij weet niet hoe een handdroger werkt. En hij vergist zich af en toe nog in een stoel aanwijzen en een hand geven. Maar het is zo'n leuke jongen. Nou, dan geen liefde. Nou ja, we hebben al een liefde gehad natuurlijk, het eerste filmpje. Dit was een vriendschap geworden, dat is ook leuk. Maar het kan nog veel erger. Er is namelijk ook een Engelse versie van First Dates. Wat niet helemaal hetzelfde is als de Nederlandse en de Belgische. Want ja, bij de Engelsen hebben ze de wijze man met een baard achter de bar gezet. En de jonge knappe man als deurbediende. Dus exact andersom. En die jonge knappe man is op een of andere manier in deze versie Russisch. Opeens staat er een soort Rus bij de deur. No problem. I'll figure out a way to let him know and not upset him too much. Thank you for calling. No, that's not a problem. Thank you for calling. I'm gonna figure out a way. No, I'm not gonna hire a hitman to shoot you. No, I'm not gonna murder your family. I'm a good man. Abort mission. Dat belletje was trouwens een vrouw die afbelde voor de date. Terwijl degene met wie ze een date had al in het programma zat. Die was al aan het wachten. Ja, dat is wel echt kut hoor. En niet alleen omdat zijn pak al gehuurd was. Wat hartstikke zonde is van het geld. Maar ook, daarna gingen ze dus die barman en die Rus met hem een shotje doen. Om verdriet te vergeten. Waardoor hij waarschijnlijk niet terug kon rijden. En ook nog eens geld kwijt was aan een hotelkamer in de buurt. Nou, dit was First Dates. Een liefde, een friendzone en iemand die helemaal niet kwam opdagen. Het is eigenlijk een beetje januari, februari en maart van 2020 vibe. Maar we hebben wel gelachen, hoop ik. En ik zie jullie gewoon weer volgende week zondag met een nieuwe katenvideo. En heb je nou afleveringen van First Dates waar ik op moet reageren? Laat het even weten. Stuur het even naar me toe. DM me, maakt niet uit. Tot zondag. Ja, steek dan ook in je hand uit. Ik zie je stoelen. Oh, mijn broek zakt af.